welk doelpunt vond je het mooist? Ja, die eerste vond ik toch wel mooier dan die tweede. De tweede moest er wel in eigenlijk. Het was een indraaiende vrije trap vanaf rechts van Joost, Bruce. En die bal werd afgeslagen, kwam met Mick van Buren terecht. En volgens mij ging dat de benen van Berghuis. En ik nam hem één keer aan en ik schoof hem in de linker onderhoek. Vervolgens werd er een counter opgezet. En Roland speelde de bal in op Mitchell. En die geeft hem, en de draai geeft hij weer mee aan Roland. En die houdt Tindalli van de bal af in de 16. En ik was meegekomen. En hij behield het overzicht. En ik kreeg de bal van rechts op zijn juiste snelheid. Toen hoefde ik hem alleen nog maar binnen te schieten eigenlijk. En vervolgens maakte zich een euforisch gevoel van je meester en doe je de salto. Ja, wat moet je doen als je twee keer hebt gescoord bij Twente uit en je ploeg op voorsprong krijgt, zo laat in de wedstrijd. Dan doe je dat soort gekke dingen. Want ben jij al klaar voor een basisplaats? Dat weet ik nog niet. Eerlijk gezegd denk ik dat nog niet. Ik bedoel, ik heb het nog steeds zwaarder met de wedstrijden. Een basisplaats. Ik denk dat je de basis kan beginnen als je ook 90 minuten kan volhouden. Maar dat denk ik nog niet. Daar kan ik fysiek denk ik nog niet aan. Voorlopig teken je voor invalbeurten zoals deze? Ja, ik hoop dat er meer mogen volgen van zulke invalbeurten.